Tenminste, dat heeft hij wel bewezen in de Serie B. Daar gaat de bal ook naartoe. En via Prupper. Ja, goed verdedigd, want dat was een gevaarlijke situatie. Maar ja, moet je het wel beter uitspelen. Nu kan Twente weer omschakelen. Rots. Er speelt soms een rookie ook nog mee. Ja, die zal dit jaar ook steeds belangrijker moeten gaan worden. Op een hoger niveau gaan spelen, want het is niet altijd even gemakkelijk. Johnson. Handigheidje. De bal werd verlengd. Maar daar trapte ze bij FC Twente niet in. De bal opnieuw weer ingebracht door Venezia. Maar dit is een... Die had er waarschijnlijk alleen niet op gerekend dat hij zo snel moest invallen. Want ja, toch richting het weekend. Buitenspel, denk ik. Die is doorgelopen. Staring geeft hem aan Van Leeuwen. Schot uit de tweede lijn van Bos. En als het te lang duurt, ja, dan zitten die jonge jongens van Twente er bovenop. En dan, ja, dan krijg je ook nog blessures. Dus Twente schakelt heel goed om nu. Hij ontbrak nog wel eens een keer, maar het was natuurlijk een prima speler als je ziet wat hij gebracht heeft. Geweldig. Er komt wat dreiging van Venezia. Maar ja, met FC Twente. Ja, die hebben de snelheid en nou goed, die moet je alleen bespelen. En, Attent van De Lange, ook meteen het laatste wapenfeit van deze eerste helft van het vriendschappelijke duel in de Grolsvesten zonder publiek overigens, die tussen FC Twente en Venezia. Ploeg uit de Serie op Venezia. Een indraaien, lastig en goed van de doelman. Goed. Nu wat meer onder druk gaan komen, dat Twente ook wat slordig aan de bal is. Bal komt op de voetballer voor FC Twente. Twente in de 16. Nou, nu schieten. Ja, dat schot komt er ook wel, maar ja. De bal komt niet bij een medespeler. Leeuwen. Goed ingespeeld, goed tussen de linies. Bewogen ook door Ilić. Oh. Ja, en dit ging eerste paal. Het is wel Prupper die gezocht wordt. Ugalde ook, die is ook wel doelgericht. Dat is de spits. Ja, wel een aardige CV trouwens. De clubtopscorer van vorig seizoen in de Serie B voor Venezia. Terwijl Twente weer eens een schot lost vanuit de tweede. Een slordigheidje bij FC Twente wordt het afgestraft door de Italianen. Nee. Ja, dit soort dingen mag Prupper zijn minuten ook gemaakt. Oosterwolde levert ook meteen maar een bal in. Hij heeft wel eens vaker links-centraal gespeeld. En dan vanuit de tweede lijn de moeizame. Nu de Italianen weer weg, Venezia, oh. Maar goed, dat gaat geen 90 minuten gebeuren. Lekker weggedraaid daar bij het Cerucci. Italianen komen beter in de wedstrijd, komt weer een mogelijkheid aan en dit is hem wel. 1-0, ja, goede aanval trouwens. En zo komt Venezia na 65 minuten spelen op een fantastische aanval. De spelverdeler, ja, geen buitenspel, een snoeihard binnengeschans. En zo is er dus de 1-0. Ja, het was echt... Met die snelle spitsen die ze aan de zijkanten hadden, ja, sloegen ze toe en dan wordt het ook wat makkelijker verdedigen. Dus ja, het moet allemaal net eventjes iets fijner afgestemd zijn. Ruimte op het middenveld om te voetballen. En dat doen de Italianen. Met die 10 is het wel beter geworden, Jan. Ja, we hebben het vaak over kwaliteit. De spoeling wordt dan dun, maar wat hij heeft, en dat zie je ook in de eerste moment alweer. Hij heeft de snelheid, hij heeft de aanname. Nou, en, Van Wolfswinkel. Met een halve mogelijkheid. En... Ja, dat heeft hij wel. Doelgericht is hij zeker. Van de assist probeert de bal in de korte hoek te leggen en dat is 0-2. Het is buitenspel overigens, dus deze goal gaat niet door voor...
Als je linkervleugelverdediger hebt, dan is dat wat makkelijker. Dan heb je de grote ruimte vaak voor je. Als tegenstander met twee spitsen speelt, dan is het helemaal makkelijker. Maar hij kan in ieder geval op dit niveau kan hij goed mee. Menig. Kans voor Twente weer. Ja, een rolletje van... Dus, al met al denk ik dat Jansen niet ontevreden kan zijn met deze groep. Oké, en de echte testcase zien we dus komende zaterdag. Dan speelt Twente de laatste oefenwedstrijd in de oefencampagne tegen Lazio. En dan won van de HSC. Het speelde gelijk tegen Arminia Bielefeld. En vandaag verliest het dus een...